Hallo, ik ben Karsten. Vandaag gaan we werken in de werkplaats. We gaan wat onderdelen maken voor de cryostaat. We gaan op de draaibank achter me werken. Op de vreesbank hiernaast me. Ik loop mijn stage bij de Leidse Universiteit, bij de FMD, de fijnmechanische dienst. Het is een bedrijf wat eigenlijk vooral ondersteuning doet voor studenten en professoren bij hun onderzoeken. Dus eigenlijk alles wat praktische onderzoeken zijn. Maar het gaat uiteindelijk op het onderhoud, het ontwerpen en het maken van opstellingen voor hun onderzoeken. En uiteindelijk moeten er een aantal stangen ingemonteerd worden om twee veren bij elkaar te houden. En dat is uiteindelijk dit onderdeel wat heel belangrijk is daarvoor. Het leukste om te doen is samen met de onderzoeker zitten om tot een oplossing te komen voor een probleem. En uiteindelijk dan een mooi product kunnen geven aan een professor of een onderzoeksteam. Nou, ik begeleid Karst hier in de werkplaats. Nou, tot nu toe gaat het heel erg goed. Er zit echt een hele grote stijgende lijn in. En, weet steeds meer dingen aan te pakken en ik kan hem steeds vrijer laten in zijn werkzaamheden hier binnen de werkplaats. Dus. Hij doet het vooral door gewoon af en toe een steuntje te geven, af en toe even te vragen hoe het gaat of hoe ik het wil aanpakken. En op die manier kan ik wel mezelf ontwikkelen en hij helpt gewoon vooral heel erg in de juiste richtlijn te komen van echt een zelfstandig research instrumentmaker worden. Wat een student vooral mee zou moeten krijgen is dat hij vooral zelfstandig zou kunnen werken, zelfstandig een probleem weet aan te pakken en dat weet op te lossen. En dat uiteindelijk tot een product kan komen van prototype tot eigenlijk werkende opstellingen.